Welkom bij een nieuwe vlog. Ik sta op dit moment in de Hondonvallei. Zien jullie ook eventjes de mooie route hier naartoe. Het is mooy door de bergen. Het is 50 minuutjes van Torrebiega af. Maar op het moment is het seizoen van de amandelbloesem. En er staan alle amandelbomen heel mooi in bloei. Dus dat ga ik jullie even laten zien. Want Spanje is dus een van de drie landen waar de meeste amandelen vandaan komen. Dus ik ga eventjes kijken, laten zien achter mij. Dan zien wij al een aantal van deze bomen. En gaan we eens eventjes kijken. Het schijnt echt een hele route te zijn tussen twee plaatjes. Ik zal het ook onder de vlog zetten. Het is wel heel lastig, want het is echt alleen zo eind februari, begin maart elk jaar. Een aantal, ik denk 2 weken of zo, dat ze mooi in bloei staan. Het moet wel precies op dat moment dan natuurlijk hier zijn. Maar het is volgens mij wel heel mooi. Die ontdekte. Hier zit een amandel. Kijk eens, dus na de bloemetjes komen de amandelen eraan. Het ruikt ook heerlijk. Jeroen die heeft weer een paar mooie drone-shotjes verzorgd. Nou, het is weer ons wekelijkse rondje 's morgens wandelen. Ik zal jullie even meenemen langs de stranden van Torrevieja, want we lopen ze allemaal langs eigenlijk. Dit is Playa Los Locos. En dat betekent loco, hè, is gek. Dat is het gekke strand. Nou, en dat is al best wel een lang strandje. En dan zal ik zo de volgende laten zien. We zijn bij het volgende strandje aangekomen. Het is wat kleiner. Dit is Playa del Cura. Nu, het is winter, dus is het vrij rustig. Maar in de zomer is het hier altijd vrij druk. Er zijn eigenlijk zoveel strandjes. Ik weet ze niet eens allemaal vandaan. Vandaag ben ik aan de boulevard, kijk hier achter me, is ook weer een strandje en ik weet eigenlijk niet eens hoe deze heet. Maar zo zijn er elke keer baaitjes met strandjes en ja, dat vind ik wel erg leuk aan Torrevieja. Je kan elke dag naar een ander strandje als je dat wil. En weer een strandje en dit beeld hebben ze toen opgericht voor corona, laat maar zeggen. Ja.
Hier is weer een klein strandje. Er ligt nu een beetje hier een heel klein strandje. Het ligt nu een beetje 2 uur. En zo gaat het maar door. We komen nu niet overal langs, maar je hebt ook nog het havenstrand. En nog Los Naufragos. En dan begint Punta Prima, denk ik. Maar dat is ook nog gemeente Torrevieja. Maar goed, en dan ja, gaat de kust natuurlijk eigenlijk alleen maar door met leuke mooie strandjes. Dus ja, dat was onze strandvlog.